Bruin braaksel bij honden, oorzaken en behandeling. Er zijn verschillende dingen die bruin braaksel kunnen veroorzaken. Het kan voedsel zijn, maar het kan ook een teken zijn van ernstigere aandoeningen, zoals maag-darmproblemen, inslikken van vreemde voorwerpen, inslikken van gifstoffen, interne bloeding. Als uw hond bruin braaksel braakt, moet u de volgende stapsgewijze aanbevelingen overwegen om de situatie te evalueren en de beste behandeling voor uw hond te selecteren. Soms kan de bruine kleur te wijten zijn aan iets dat de hond heeft gegeten, zoals voedsel, lekkernijen of zelfs uitwerpselen. Als u vreemde voorwerpen of stoffen ziet, kan dit u een idee geven van de oorzaak van het braken. Observeer uw hond op eventuele andere symptomen, zoals lethargie, diarree, weigeren te eten, buikpijn of ander ongewoon gedrag. Als uw hond één keer heeft moeten braken, maar er daarna oké uitziet, kunt u overwegen om ongeveer 12 uur lang niet te voeren, maar zorg ervoor dat hij toegang heeft tot schoon water. Als u weer eten aanbiedt, begin dan met een milde maaltijd, zoals gekookte kip en rijst. Als uw hond gedurende een langere periode meerdere keren moet overgeven, pijn lijkt te hebben of andere ernstige symptomen heeft, dient u contact op te nemen met uw dierenarts. Bruin braaksel kan soms duiden op inname van gif, inwendige bloedingen of andere ernstige problemen waarvoor professionele hulp nodig is. Voor meer informatie over bruin braaksel bij honden, bezoek hondengezond.nl.